ben hier met Nieske Heringa, specialist ouderengeneeskunde. We hebben vanmiddag de opening van het nieuwe kantoor van de beroepsvereniging Verenzo gehad en onder andere over radicale vernieuwing gesproken. Nieske, jij bent daar een groot voorstander en voorvechter van. Kun je iets vertellen wat jou daar zo belangrijk in lijkt en wat je daar belangrijk in vindt? Nou, wat ik zo mooi vind van radicale zorgvernieuwing is dat jullie echt teruggaan naar de bedoeling. Waar gaat het nu eigenlijk om in de zorg? En dat steeds als uitgangspunt nemen en dan kijken hoe je de zorg zo inricht dat je dat ook waar kan maken met elkaar. Maar steeds weer denkend vanuit de cliënt, vanuit de naaste en hoe de zorgverlener, hoe ze dat samen het beste kunnen doen. En wat is jouw persoonlijke drijfveer daarbij? Ook in je eigen werk? Omdat ik zie hoe dat iets oplevert wat van betekenis is voor mensen. Het gaat om dat je uniek, dat jij als mens gezien wordt. Net als ik als mens gezien wil worden. Dankjewel. We gaan ook met elkaar nog een symposium organiseren voor specialisten ouderengeneeskunde over dit onderwerp. Wil je daar nog iets over vertellen? Nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Want eigenlijk merkte ik dat vooral verzorgenden en verpleegkundigen bij die nieuwe ontwikkelingen waren betrokken, maar eigenlijk heel weinig specialisten ouderengeneeskunde. Dus ik vind het heel mooi als dat straks multidisciplinair wordt, echt met elkaar. En daarom denk ik goed dat specialisten ouderengeneeskunde van deze ontwikkelingen horen en op die manier mee gaan doen. Dankjewel.